Hartelijk welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Als u in de afgelopen dagen over de krullaan in Maden langs het Dongemondcollege College komt, kunt u zien dat er hard gewerkt is aan de schoolomgeving. Door een unieke samenwerking tussen stichting Bij en Dongemondcollege. College. Is het saaie grasveld rondom de middelbare school veranderd in een gebied vol struiken, heesters en een bloemenstrook? Alle aanplant is nog klein en kaal, maar over een paar maanden staat het gebied vol prachtige bloeiende planten. Zondag 3 maart was het weer zover: de derby van de Maderse Boys tegen SV Te Heide. 20 minuten na de aftrap door Teheide kwamen de Maadense boys op 1-0 voorsprong. Vijf minuten later gingen de Maadense supporters helemaal uit hun dak. toen hun club het tweede doelpunt scoorde. In de 41ste minuut werd het 3-0. Net voor de rust kon SV Teheide het niet voorkomen dat er weer een doelpunt viel. en werd eerst de eerste helft afgesloten met 4-0. Na de rust kwamen er nog wel een paar doelpogingen. Voor zowel de Maderse Boys als S.V. Te Heide. S.V. Te Heide probeerde nog wel te scoren, maar de Madesteam team was te sterk en het bleef bij 4-0 voor Maden. In het komende half jaar zijn er weer diverse mooie concerten in het Witte Kerkje Te Heide. Allerlei muziekstijlen komen aan bod, van klassiek tot Americana, van Ierse volk tot Nederlands talig. Kijk op de website www.wittekerkje te slash agenda voor informatie over de aankoop van toegangskaartjes en de aanvangstijden van de concerten. Wat het Witkerkje in Te Heide echt uniek maakt, is de intieme sfeer waarin artiesten en publiek met elkaar in contact komen. Elk optreden biedt een kans om de verhalen achter de muziek te ontdekken, de passie van de artiesten te voelen en een connectie met de muziek te ervaren. Geen grote afstanden of opsmuk. Alleen het publiek, de artiesten en de muziek in zijn puurste vorm. Gemeente Drimmelen heeft ongeveer 150 kilometer riolering. Van deze riolering wordt elk jaar een gedeelte gereinigd en geïnspecteerd. De start is in week 10. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 2 à 3 weken in beslag nemen. De weersomstandigheden spelen echter wel een grote rol. Bij vorst of zware regenval kan het riool niet geïnspecteerd worden en is er kans op uitloop van de werkzaamheden. Dit keer zullen de inspecties plaatsvinden in verschillende straten in Hoge Zwaluwen, Maden en in Drimmelen. Aan het eind van het jaar zal er ook in Helkamp een inspectie plaatsvinden. Omdat het riool met hoge waterdruk wordt schoongespoten, kan het gebeuren dat de stankafsluiters in uw woning worden leeggezogen. Hierdoor kan er een onplezierige rioollucht in huis hangen. Het is simpel op te lossen door al uw toiletten even door te spoelen en de kranen te laten lopen. U hoeft voor de werkzaamheden niet thuis te blijven. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente om te weten welke straten er gereinigd gaan worden. Daarnaast kunt u contact opnemen via de e-mail Zondag 24 maart om 3 uur middags tot ongeveer 4 uur komt het theater Spelen de hand naar Take 5 maden... met de poppentheatervoorstelling De Droom van de Koning. Deze voorstelling is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en hun ouders, grootouders of begeleiders. De voorstelling vindt plaats in de nieuwe bibliotheek in de Bedarders. Ben jij een meester in het vertellen van verhalen? Heb je een boeiend verhaal waarin familie centraal staat? Grijp dan je kans tijdens de Boekenweek. De bibliotheek organiseert een schrijfwedstrijd met als thema bij ons in de familie. Schrijf een verhaal van maximaal 500 woorden in het thema bij ons in de familie. Doe mee en maak kans op de publicatie van jouw verhaal, plus een abonnement op de bibliotheek. Laat je talent schitteren en doe mee. Tot en met 31 maart kun je je verhaal insturen via de website van Take 5. Op die website vind je ook meer informatie over de wedstrijd en de voorwaarden. De verhalen worden beoordeeld door een deskundige jury. Zij kiezen de uiteindelijke winnaar die persoonlijk wordt geïnformeerd. Bij de Schietberg in Maden, op het parkeerterrein van de Madense Boys, wordt een pumptrekbaan aangelegd. In week 13 starten de werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden gebeuren ondertussen al. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken, tot en met week 19. Een pumptrekbaan is een soort kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Met een aaneengesloten parcours met buiten- en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Basisschoolleerlingen uit Maden verzamelden eerder al ruim 350 handtekeningen voor de aanleg hiervan. Door de benodigde afstemming en verplaatsing van vrachtwagenparkeerplaatsen duurde het helaas wat langer. Zodra de pumtrekbaan klaar is, wordt er nog een officiële opening gehouden. Er is een vergunning verleend voor het vervangen van 70 dode bomen. Verspreid over de hele gemeente Drimmelen. Hiervan staan 47 bomen op de waardevolle bomenkaart en zijn 23 dode bomen vergunningsvrij te vervangen. Er wordt gestreefd om de kap in het eerste kwartaal van 2024 uit te voeren. De herbeplanting gebeurt in het plantseizoen vanaf half november. De meeste bomen kunnen herplant worden op dezelfde locatie. In sommige gevallen kunnen ze binnen een straal van 250 meter een nieuwe boom plaatsen. Lukt dat niet, dan zorgen ze voor compensatie elders in de gemeente. Er was de afgelopen periode weer een nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. U kunt deze week kijken naar onder andere een aflevering van Gezond en Wel waarin Suzanne Kruithof u alles vertelt over de tekenbeet, muziek in de regio met Walding Roos en Dries Oma. U hoort en ziet in deze aflevering de Wim Zonneveld met Lee. Drimmelen politiek. In deze uitzending hoort u van Wilma van Beurden, van de lijst Harry Bakker en Peter van Gurp van de Partij van de Arbeid en een portret met Janet Crezee. Heeft u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail dan naar publicatie.omroepdrimmelen.nl U kunt ons ook volgen op de sociale media van Omroep Drimmelen. Daarnaast kunt u de tekst van Omroep Drimmelen Actueel ook horen op maandag en dinsdagochtend om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien wij u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!